Mijn naam is Fleur Bauer. Ik ben onderzoeker hier aan de Universiteit van Amsterdam. En ik doe onderzoek naar hoe muziek in het brein werkt. Wat doen je hersenen als je naar muziek luistert? Daar ga ik jullie wat over vertellen en natuurlijk de mensen die via de livestream kijken. Maar ik ga terwijl ik daar iets over vertel ook nog eventjes testen hoe het met jullie zit. Want we hebben natuurlijk nu al gekeken naar wie is de slimste. Maar dat is voor mij dus niet zo heel erg interessant. Ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd in wie is de muzikaalste. Dus ik heb een kleine quiz in elkaar gezet. Maar ondertussen ga ik jullie ook wel wat vertellen over ons onderzoek. Laten we eerst maar eens eventjes naar die hersenen kijken. Dit is een animatie die is gemaakt door Finse onderzoekers. Wat die hebben gedaan is, die hebben een heleboel mensen in een hersenscanner gelegd. Om te kijken wat de hersenen doen als je naar muziek luistert. Ik ga hem even aanzetten. En je ziet de activiteit in die hersenen veranderen. En ze simuleren hier dat je naar muziek luistert. En wat je ziet is eigenlijk dat het hele brein actief is. En er werd vroeger nog wel eens gedacht, oh, we zullen wel een speciaal stukje in onze hersenen hebben wat muziek doet. Maar dat is dus niet zo. Dat hele brein is actief. En dan moet je ook weten dat deze mensen alleen maar aan het luisteren zijn naar de muziek. Als je in een hersenscanner ligt, dan mag je helemaal niet bewegen, want anders dan mislukt de scan. Dus deze mensen die lagen helemaal stil en toch zie je dat hele brein actief worden. Dus je kan je voorstellen, als je zelf muziek maakt, dan is dat nog meer. En het laatste wat leuk is om te weten is dat die mensen ook echt niet allemaal muziekles hebben gehad. Ook als je nooit muziekles hebt gehad, dan doen je hersenen verschrikkelijk veel met muziek. Nou, daar wil ik het over gaan hebben. Want ja, eigenlijk zijn we dus allemaal best wel muzikaal. Die hersenen die doen dat allemaal. En ik ga eigenlijk eerst even terug naar het begin. Waar begint die muzikaliteit? Maar dan ga ik eerst even de spelregels van mijn quiz uitleggen. We hebben hier, die hebben jullie als het goed is ook allemaal, een rood en een geel blaadje. Ik heb steeds vragen waarop twee antwoorden mogelijk zijn. En je kan je antwoord gewoon geven door de juiste kleur in de lucht te steken. En dan zijn de spelregels zo. We willen natuurlijk, we hebben zelfs een prijs voor de winnaar. Of eigenlijk voor de klas van de winnaar. Maar dat betekent wel dat we op één winnaar uit moeten komen. Dus als je de vraag fout hebt, dan ben je af. Dan moet je even de blaadjes onder je stoel leggen en dan doe je niet meer mee. Oké, nou, de eerste vraag. Ja, we gaan dus even terug naar het begin van de muzikaliteit. Ik laat twee baby's horen. En de vraag is, kan je horen of dit dezelfde baby is? Dus we krijgen eerst baby A. En baby B. Oké, wie zegt hetzelfde en wie zegt verschillend? Verschillend is dus rood, hetzelfde is geel. Graag allemaal de lucht in. Oké, nou, jullie zijn niet helemaal het met elkaar eens. In dit geval was dit een andere baby. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil was? Wat hoorde je? Ja, heel goed. Je zei, bij de eerste baby hoorde je bij het einde wat harder geluid. En bij de tweede aan het begin. Ik laat ze nog even een keer horen. Ja, en je hoort dus ook dat bij de eerste baby gaat het een beetje omhoog aan het einde. Bij de tweede een beetje omlaag. Nou, de eerste baby was een Franse baby. En de tweede baby was een Duitse baby. Het idee is namelijk dat in het Frans gaat heel vaak de taal een beetje omhoog en wordt een beetje sterker aan het einde van een zin. In het Duits gaat het een beetje omlaag en wordt het een beetje harder aan het begin van de zin, net als in het Nederlands. En het idee is dat die baby's, die waren hier pas geboren, dat die in de baarmoeder hebben die al de taal opgepikt die om hen heen werd gesproken. Want baby's kunnen al horen vanaf ongeveer de vijfde of zesde maand van de zwangerschap. Nou kan je wel zeggen dat is taalontwikkeling, maar ik zeg natuurlijk ze leren toonhoogte, dus muziekontwikkeling. Dus wat dat betreft, de muzikaliteit, de ontwikkeling van de muzikaliteit, die begint al heel vroeg, al voordat je geboren bent. Ik ga twee melodietjes laten horen en het tweede melodietje is op een andere hoogte dan het eerste melodietje. Maar de vraag is het ook hetzelfde melodietje? Klinkt die precies hetzelfde? Ik ga ze laten horen en straks als je je antwoord geeft, wil ik dus alleen nog antwoorden van degene die de vorige vraag ook goed hadden. We krijgen eerst melodietje A en dan melodietje B. Oké, ik wil graag weer geel voor hetzelfde en rood voor verschillend. Oké. Nou, ongeveer 50-50. Maar deze waren verschillend. We gaan het nog een beetje moeilijker maken. Ik heb er nog één voor jullie.
en probeer maar goed te luisteren. Komt-ie? Oké, ik wil graag weer antwoorden zien. Hetzelfde of verschillend? Ja, we gaan al naar veel minder mensen. Ik zie veel mensen die hetzelfde zeggen en een paar die zeggen verschillend. Deze was ook verschillend, inderdaad. Vonden jullie deze was een beetje moeilijker dan die eerste, zie ik. Ja, hoe zit dit nou? Nou, dat eerste melodietje, daarvan zeggen we dan dat staat in de toonsoort C groot. Dat kan je zeggen als dat zijn de witte toetsen op de piano. Nou, die klinkt dan zo. Bij dat tweede melodietje is er één toon, is een halve toon omhoog gegaan. Dat is maar een halve toon, dat is dus de afstand tussen een witte en een zwarte toets op de piano die naast elkaar zitten. Dat is maar een heel klein stukje. Maar daardoor komt hij, zoals wij dat zeggen, in een andere toonsoort terecht. Dat hoor je. Bij dat laatste melodietje hebben we diezelfde toon zelfs vier halve tonen omhoog gezet. De afstand is dus groter zelfs nog dan bij het tweede melodietje, maar hij zit in de toonsoort. Het is dus ook een witte toets op de piano en daardoor valt het niet zo heel erg op. Ja, en waar heeft dit nou mee te maken dat wij die laatste beter kunnen, dat we B beter kunnen onderscheiden dan C? Nou, ik kan jullie eerst vertellen dat voor baby's maakt dit dus helemaal niks uit. Die vinden B en C evenveel afwijken van A, want die hebben nog helemaal niet door dat er zoiets bestaat als een toonsoort. Kinderen van een jaar of 5, die hebben al meer problemen met C dan met B. En daar hoeven ze helemaal geen muziekles voor te hebben gehad. Hun hersenen, die hebben eigenlijk uit de omgeving de structuur van de muziek opgepikt die wij in Nederland hebben. En dat gaat helemaal automatisch, daar heb je geen muziekles voor nodig. En wat je dan oppikt is eigenlijk de grammatica van de muziek, de regels van hoe die muziek in elkaar zit. En doordat je dat oppikt, kunnen jouw hersenen voorspellingen doen. Want we zagen net dat brein, en wat is jouw brein nou aan het doen als je naar muziek luistert? Nou, een van de dingen die het brein doet, is de hele tijd voorspellen wat het volgende is wat er gaat komen. Als wij dan weten in welke toonsoort iets is, dan voorspellen we dat er iets komt in die toonsoort. En als dat ook gebeurt, dan zijn we er helemaal niet verrast door. Dus dan klinkt het helemaal niet als iets raars. Terwijl in melodietje B zat hij niet in de toonsoort, konden we niet voorspellen. En dan valt het heel erg op. Als we het nou hebben over die voorspellingen van toonsoorten, dan wil ik jullie even een klein filmpje laten zien om je te laten zien hoe goed mensen daarin zijn. Dat is een filmpje van Bobby McFerrin op het World Science Festival in 2009. En hij geeft een prachtige demonstratie van verwachtingen in muziek en hoe goed mensen die verwachtingen kunnen maken. Pa, pa.
Ja. Je ziet dat al die mensen die kunnen dit dus. Daar hebben ze geen muziekles voor nodig. Jullie kunnen allemaal voorspellen wat de volgende noot wordt. Nou voorspelt jullie brein niet alleen wat er komt, dus welke noot, maar je voorspelt ook wanneer die komt. En dan hebben we het over ritme. En dat is toevallig waar mijn eigen onderzoek over gaat. En dan heb ik een kleine demonstratie van de voorspellingen in ritme, maar daar moeten jullie me wel even bij helpen. Dus ik wil vragen of jullie even allemaal gaan staan. Ouders mogen ook mee gaan staan, inderdaad. En de livestreamkijkers kunnen er ook wel even bij gaan staan. Want ik wil namelijk eventjes, ik ga wat muziek laten horen en jullie mogen er allemaal op dansen. En voor diegenen die niet durven te dansen en wat strammere benen hebben, misschien de ouders, die kunnen natuurlijk ook gewoon meeklappen. Maar ik wil wel eventjes jullie moves op de dansvloer zien. Nou, daar komt ie. Ja, nou tot mijn verbazing zie ik meer geklap bij de ouders dan bij de kinderen. Maar jullie mogen weer even gaan zitten. Ja, wat ik nou dus heb gedaan, ik heb jullie laten meeklappen omdat ik even wil demonstreren hoe maatgevoel werkt. Wij hebben allemaal maatgevoel, wij kunnen allemaal meeklappen op de muziek. Maar als je erover nadenkt wat jullie net hebben gedaan, dan is het eigenlijk best knap. Want ik heb niet verteld wanneer je precies moest klappen. Dat konden jullie wel. In ieder geval zag ik dat daar heel goed gaan en een paar van jullie deden ook mee. Dus dat gaat goed. Jullie konden er ook op bewegen synchroon. En er waren toch ook tonen waar je niet klapte. En er zijn ook momenten in de muziek waar je wel klapt, maar waar die niet zingt. Dus het is eigenlijk best ingewikkeld. En toch kunnen jullie iedere keer voorspellen wanneer je moet klappen. Nou, dat is dus heel knap. Hoe doet het brein dat nou? Ik heb een kleine demonstratie daarvan. Dat heeft te maken met deze metronooms. Nou moet ik wel hierbij zeggen, dit is wetenschap in uitvoering. Dus dit gaat nog wel eens mis. Vooral op niet helemaal gladde tafels die niet helemaal recht staan. Maar we hebben het YouTube-filmpje als backup. Hoe zit dat namelijk? Muziek bestaat uit trillingen. Geluid zijn trillingen. Maar eigenlijk, wetenschappelijk gezien, kan je alles wat regelmaat heeft, kan je beschrijven als een trilling. En de maat in de muziek waar je op meeklapt, dat heeft ook regelmaat. Is ook wat we noemen een trilling, een oscillatie met een moeilijk woord. En in het brein zitten ook allerlei van die trillingen. Want neuronen die communiceren met elkaar door elektrische signalen af te geven. Maar dat doen ze ook met regelmaat. En het mooie is nou dat als je twee systemen hebt die regelmaat hebben en je laat ze een beetje met elkaar praten, dan gaan ze zich aan elkaar aanpassen. Nou, dat ga ik even demonstreren. Ik heb hier twee metronooms. Dat zijn eigenlijk twee regelmatig tikkende systemen. Nou, als ik die laat tikken, dan gaan ze natuurlijk niet zich aan elkaar aanpassen. Want ja, die praten niet met elkaar. Dus ik ga ze eventjes een beetje zo ongelijk laten tikken. Maar als ik ze nou op die blikjes leg, dan als het goed is, gaan ze hun trillingen aan elkaar doorgeven. En dan zouden ze zich aan elkaar moeten aanpassen. Maar ik hoop dus dat dit gaat werken. Ja. Yes. Nou, dat dus. En nu is het idee dat je hersenen dit ook doen als je naar muziek luistert. Er zit dan dus regelmaat in de muziek. En de trillingen van de hersencellen die passen zich aan die regelmaat. En als dat gebeurt, kan je voorspellen wanneer die volgende tel komt, wanneer die volgende beat komt. En dan hoor je dus de maat. Nou, dat klinkt als iets heel makkelijks en het blijkt ook dat eigenlijk de meeste mensen wel maatgevoel hebben. Jullie hebben vast ook niet allemaal heel veel muziekles gehad en toch kan je allemaal wel een beetje die maat meevoelen in die muziek. Nou, bij mensen gaat dat dus heel aardig. Dan zou je denken dat dat bij beesten dus ook wel lukt. Maar dat valt zwaar tegen. Er is een lab in Mexico en die hebben aapjes getest, daar werken wij mee samen. En die hebben geprobeerd die aapjes te leren om mee te tikken met een metronoom. Nou, wat gebeurt er als je meetikt met een metronoom? Wij tikken dan precies gelijk met de metronoom. En om dat te kunnen moeten we weer voorspellen wanneer de volgende tik komt, want dan kan je op tijd bewegen. Die aapjes kunnen dat dus niet. Ze hebben het echt geprobeerd hoor. Ze hebben echt die aapjes een jaar lang getraind. Het is niet gelukt. Ze bleven steeds maar achter die metronoom aantikken. Dus ze kunnen niet voorspellen wanneer die volgende tik komt.
Ja, kunnen dan helemaal geen beesten dat? Nou, dat valt dan wel weer mee. Dat is daar linksonder Snowball. Dat is een kakatoe. Die is erg leuk en die kan je op YouTube her en der vinden. Maar die is ook wetenschappelijk wel interessant. En wel hierom. Ja, nou, Snowball heeft dus wel maatgevoel. Nou, toen was er een of andere theorie, want dan zouden vogels het misschien wel kunnen en dan apen niet en dan mensen wel. Maar toen kwam Ronan. Ronan is een zeeleeuw. Nou ja, Ronan is dus wetenschappelijk gezien een beetje een probleem. Ja, Ronan kan het ook. Ja, nu willen jullie natuurlijk weten waarom dit is, want apen zijn natuurlijk veel dichter bij ons, evolutionair gezien, dan vogels en zeeleeuwen. Dus je zou denken, er klopt iets niet. Maar waarom dit zo is, ik heb geen flauw idee. De wetenschap breekt zijn hoofd erover. En nou weet ik toevallig dat jullie heel slim zijn. Dus het lijkt mij nou heel leuk als jullie, als je nou straks naar school bent geweest en hebt gestudeerd en zo, dan kunnen jullie daar eens leuk een oplossing voor verzinnen, want wij hebben echt geen flauw idee. Ja, iedereen heeft dus maatgevoel, iedereen is daar best wel goed in. Maar kunnen we dat dan ook altijd en zijn er geen verschillen? Nou, daar gaan we nog eventjes een testje voor doen. Ik laat jullie een liedje horen en daarna krijg je twee variaties, variatie A en variatie B. En de vraag is, welke lijkt er het meest op het originele liedje? Hier komt liedje 1. Oké, dan krijgen we variatie A. En variatie B. Oké, welke lijkt er het meest op het origineel? Is dat A geel of B rood? Oké, ik zie twee mensen met rood en de rest heeft geel. Nou, dat gaat aardig goed, inderdaad. Dit was A. Ik ga straks uitleggen waarom, maar we gaan eerst even naar het tweede liedje. Een tweede liedje, zelfde procedure, dus jullie krijgen weer dit liedje te horen. Komt-ie. Met variatie A. En variatie B. Nou, dezelfde vraag. Is het A of B? Wie zijn er allemaal nog over? Kunnen jullie even heel hoog dat ding in de lucht steken? A of B? A is geel en B is rood. Heb ik echt... Kunnen jullie even opstaan, de mensen die nog over zijn? Kunnen jullie opstaan? Oké, ik heb 1 keer geel en 4 keer rood. Dames en heren, wij hebben een winnaar! Dat is mooi. Kom maar even hierheen. Ik ga ondertussen even uitleggen waarom dit nou zo is. Want het is natuurlijk wetenschappelijk gezien ook nog wel interessant. Want die tweede vraag vonden jullie dus veel moeilijker. Jullie kozen eigenlijk massaal voor B. Nou, hoe zit dit nou? In beide gevallen had A dezelfde structuur qua ritme als B. Maar het eerste liedje was wat wij noemen een simpele maatsoort. Dat was een tweekwartsmaat, een mars. Nou, die komt heel veel in de Nederlandse cultuur voor. En dat snappen we. Onze hersenen kunnen heel goed voorspellen wanneer dan de volgende toon komt. En als je dit dus in Nederland aan volwassenen vraagt, hoeveel lijken die liedjes op elkaar, dan maken ze verschil tussen A en B. Dan vinden ze A meer lijken dan B. Dat tweede liedje was wat we noemen een complexe maatsoort. Een 7/8 maat, die is een beetje onregelmatig en die komt veel voor op de Balkan. Daar kunnen wij niet zoveel mee. Onze hersenen die snappen dat niet zo heel erg goed. Dus als je dit in Nederland dan aan mensen vraagt, dan maken ze eigenlijk geen onderscheid. En jullie kozen zelfs massaal voor B, waarschijnlijk omdat jullie die hoorden. Daar was het liedje in een tweekwarts maat gepropt. En waarschijnlijk dachten jullie hersenen dan, hey, maar dit snap ik wel, dan zal het die wel zijn. Maar het was dus inderdaad A, dat had jij heel goed gehoord.
Als je dit in Bulgarije doet, waar ze dus wel dit soort liedjes komen daarvoor in de volksmuziek en dit soort maatsoorten ook, dan maken ze dat onderscheid dus wel. Dus daar horen ze wel dat A nog steeds meer lijkt dan B. Dus dat is wel interessant. Maar dan wordt het nog leuker als je dit doet bij 6 maanden oude baby's, dan maken ze dat onderscheid ook nog. Want die maken nog niet al die voorspellingen aan de hand van de cultuur waarin ze zijn opgegroeid. Dus er zijn wel degelijk verschillen tussen mensen als het gaat over maatgevoel. De meeste van ons kunnen het, maar het is wel degelijk een beetje afhankelijk van de cultuur. Nou, dan is natuurlijk ook een beetje de vraag, waar is dit nou allemaal goed voor? Hebben we hier nou nog iets aan, behalve dat we het best leuk vinden om muziek te maken? Nou, jullie hebben net, tenminste een deel van jullie, heeft gedanst op die muziek en heeft meegeklapt met die muziek. En het fijne is nou dat onderzoek laat zien dat al die mensen die nu samen hebben gesynchroniseerd op de muziek elkaar nu een heel klein beetje aardiger vinden. Dus dat is dan wel weer heel erg fijn. Daar wil ik maar mee afsluiten. Ik doe dit onderzoek natuurlijk niet alleen, dus ook heel veel dank aan mijn onderzoeksgroepen en al die mensen die mij helpen met het onderzoek. En we hebben een prijs voor jou. Die is niet alleen voor jou, die is eigenlijk voor je hele klas. Wij hebben een UvA rode ukulele aangeschaft. Tada! En die mag jij meenemen en daar kunnen jullie dan met de klas nog eens lol aan beleven. Gefeliciteerd. Oh, we moeten ook even weten, jij bent Louise. Gefeliciteerd, goed gedaan.